Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van de Icky Survival. En zoals jullie zien heb ik daar mijn farmpje er mooi bij staan. Weinig dingen nog gepland. En dit is Bob denk ik. Bob valt me zoals jullie zien niet aan. Dat is lief van Bob. Ik rammel. Laat ik een appeltje eten. Of twee. Ik kies er vijf. Je kippie. Dat is commandant Kippie. Toch, commandant? Wat is de status? Nou, de commandant heeft verdrietig nieuws. Hij wil het me niet eens vertellen. Ook lief, commandant. Misschien kunnen we even iets van een sheet voor de commandant regelen. Want daar houdt de commandant nogal van. Kijk, heb het. Commandant, waar ben je heen gerend? Kom mis mee, commandant. Dit is commandant Kip. Kom mee, commandant Kip. Dat is niet de bedoeling, commandant Kip. Kom mee, commandant. Commandant Kip en ik zijn allebei nogal van het zwemmen. Kom hier, commandant Kip. Is het je gelijk goed, ja. Commandant Kippie. Volgens mij moet jij even hier gewoon zitten. Kom eens. Ja, goed zo. Zo. Hij krijgt natuurlijk wel eten, maar... Commandant Kip verdient ook wel even een hok. En ik denk dat we dat in deze video moeten gaan maken. Ik denk dat we in deze video een hok voor Commandant Kip gaan maken. Want misschien weten jullie het niet, maar ik had een kippenvriend gemaakt. Buiten de video natuurlijk. Anders wisten jullie het vast wel van commandant Kip. Oké, hier heb ik mijn mine. Ik denk dat ik wat dingetjes nodig heb. De mine voor wat ik ga maken, denk ik. Oh, ik heb honger. We kunnen wel even een zompje pakken. Maar ik heb echt meer eten nodig. En vandaar ook dat ik die vorm heb. Misschien kan ik nog wat seeds krijgen. Vorm direct nog wat uit te breiden. Oké, ik heb een leuk ideetje. Ik ga even heel veel eten verzamelen buiten. En dan zie ik jullie als ik heel wat eten heb verzameld. Zoals jullie zien heb ik heel wat dingen verzameld. Meer dan alleen eten. Dat kunnen jullie in mijn inventory ook nu zien. En dit is redelijk wat. En ik ben ook richting de woestijn gelopen voor dit. Ja, ik heb ook nu wortels. Zo te zien is de vorm. Ja, groen. Extra bitter seeds. Ik denk dat we dit kunnen doen. En bij het wheat ook. Alles is een beetje, ja, wel een beetje gegroeid. Dus. Ik ben daar best wel opgewonden over. Over ook wat we allemaal gevonden hebben. Oh, deze was dus nog niet rijp, jij wel. Dit stukje land staat wel vol, dus dat betekent dat ik die ga pakken en dan zie je. Wortels kun je niet eens pakken. Maar ik heb al hier ook mijn pompoenen, maar die groeien niet goed. Weet je, ik denk dat ik hier tijdelijk bij de bieten en bij de wiet nog even wortels in zet. Ja.
ik heb eigenlijk niet echt veel van het eten gegeten wat ik heb geregeld. Dus, oh, dit is veel beter. Zo. Nu zie je mijn mooie dingetje. Oh ja, en ik viel namelijk in een cave, waar daar heb ik die diamonds gevonden, dat iron. Gold heb ik het meeste van overgeslagen. Ik dacht, een paar golden apples heb ik genoeg. Yes, kunnen we deze wortels weer weghalen? Dat ik nu even. Want hier zitten ook nog wortels. Eigenlijk heb ik die pas net geplant, maar ja, een boomhiel. Natuurlijk ook wel in een game vinden. Nou ja, niet echt vinden. Je krijgt het eigenlijk gewoon, ja. Kan je boomhiel eigenlijk een cactus doen? Ah, dan moet ik echt wachten. Gewoon tot die cactus groeit. En daarmee maak je volgens mij saai en kleurstof. Dat is mijn lievelingsstof. Cyan kleurstof socialist. Volgens mij maak je dat niet. Ik heb hier nog een trouwens een cactus, volgens mij. Dan weet ik wat je moet doen voor cyan kleurstof. Ik ga het jullie laten zien. Uiteindelijk wil ik ook iets van een automaat boommeel farm maken. Maar ik weet echt niet hoe dat moet. Dus daar gaan we achter komen, kijkers. Maar ja, volgens mij moet je dit doen. Ja, dit stampje hadden we erin gedaan. Dus misschien was die ook alweer klaar. Maar ja, kom op, wees even klaar, cactus. Dan krijg je groene verf, hè. Daar ging ik ook op zoek naar de woestijn. Groene verf en blauwe verf. Sorry, kleurstof. Ik moet veel van blauwe bloemen vinden, want de cactus hebben we al, die planten. Of lapis lazuli. Dat zou ook chill zijn. Daarmee maak je ook gewoon blauw verf. Ik heb niet veel blauw. Oh! Wat zeg ik? 8 bloemetjes. Dat betekent 8 kleurstof. Maar ik heb niet meer, geloof ik, verhouden. En ik wil eigenlijk nog wel wat dingetjes maken. Zoals natuurlijk de hok van meneer Kippie. Daarvoor wil ik wat saaie dingetjes gebruiken. En dan komen jullie later. Maar daar heb ik ook wol voor nodig. En natuurlijk voor mezelf een saaie bedje zou ook chill zijn. Blauw bloemetje die nodig voor de cyan kleurstof en zo. Weet je wat we ook daarvoor nodig hebben? Dat de cactus groeien. Maar dit is alweer een iets langer filmpje dan normaal. Maar ik kan kijken hoe lang ik hem door kan laten gaan. Ik hoop lekker lang voor jullie. Gaat hier goed? Ik hoop voor je van wel. Zo, hij probeert alweer naar de buitenlucht te gaan. Dat mag niet. En dat weet hij ook. Maar oké, we moeten even naar de crafting table. Nou ja, commandant Kip. Ik krijg natuurlijk ook heel... Oh, ik was in de Minecraft. Weet je, ik ga niet anders meenemen, dacht ik. Oh, maar dit was niet slim. Ik heb het, hoe heet dat? De nametags ook overgeslagen natuurlijk. Nee. Je nametag was zo chill geweest. Oh. Maar oké. Ik wil graag schapen gaan hebben. Gaan houden. Maar dan heb ik ook weer een schaaphok trouwens nodig. Te tanken. En al dat iron wil ik hebben. Maar dan het liefst niet meer zo rauw als wat. En misschien heb ik ook even een kist nodig. Bah. Volgende keer neem ik denk ik maar gewoon iets van te zoeken. Ik heb nog een furnace nodig, denk ik.
Ik ga die nog verplaatsen hoor. Geen paniek. Ik wil een schaap vinden even gewoon. Kan ik even een schaap vinden misschien? Ja, dan had ik hem net gekeerd natuurlijk al. Dat was niet heel handig voor me. Het liefst heb ik eigenlijk nog een witte. Kijk eens aan, blauwe bloemen. Het kan niet beter. Maar die laat ik hier nog staan voor een andere keer. En nu duurt het filmpje echt langer dan normaal. Dus ik denk dat dit alweer het einde is van de video. Willen jullie meer van de Icky Survival? Laat dat dan weten in de reacties hier beneden. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En natuurlijk op het duimpje omhoog te klikken. Ik hoop voor jullie dat dit een leuke video was. Dus later.